Wat zou er gebeuren als je een date hebt met 3 mannen tegelijk? Nou, het volgende programma in 3Lab gaat daarover en heet The Boy Next Door. Het is een datingshow waarin kandidaat Naomi in een ronde studio op zoek gaat naar haar perfecte match. Want eigenlijk zijn we allemaal op zoek naar de liefde, toch? Ja. Maar ja, tussen wie ontstaat de liefde en wie loopt er een blauwtje? De makers staan hier bij mij aan tafel. Kirsten, kun je precies uitleggen waar het programma over gaat? Het gaat over één meisje, een single meisje, die 24 uur lang wordt opgesloten met 3 mannen. In een ronde studio. En elke man heeft zijn eigen kamer. Die is ook nagebouwd naar zijn appartement. En het meisje mag van kamer naar kamer. Alleen het meisje. De jongens moeten in hun kamer blijven. En zij moet met de klok mee. En 24 uur lang doorbrengen. Dat betekent lunchen, avondeten, slapen. En weer wakker worden. Dus wow. Ja. Oh, wat goed zeg. Mark, jij bent hartstikke jong. Hoe oud ben je? 23. 23? Jij hebt het programma bedacht. Hoe bedenk je zoiets? Nou, ik heb het natuurlijk niet alleen bedacht. We hebben het een heel team bedacht met Kirsten, maar ook met Paul van Keulen. Ja. En op een bepaalde dag kwam hij binnen en zei hij... Mark, ik heb een idee. Ik wil namelijk een man en een vrouw 24 uur opsluiten in een kamer. En ja, ze moeten wel allebei single zijn. Wel als programmaformat of had gewoon het idee... Dat, nee, dat gewoon als ideetje in zijn kelder. Nee, hij had het als programma-idee. En... hij zei, ja, wat zou er dan gebeuren? En zei ik, ja, het lijkt me leuk, maar wat als er nou geen klik is? Zou het niet veel leuker zijn als we dan nog 2 andere mannen toevoegen? En als we eigenlijk, zo dachten we samen, als dat nou het alternatief is voor Tinder. Hè? Bij Tinder swipe je binnen seconden een man weg. Maar wat als je 24 uur lang met 3 aantrekkelijke mannen zit opgesloten? In plaats van kijken naar het uiterlijk, kijk je nu naar het innerlijk. En moet je wel het gesprek aangaan. Ja, en ze kan niet weg. En ze kan niet weg. Oh, dus als je alle 3 niet leuk vindt, moet je ook 24 uur uitzitten? Ja, dat hoort erbij. Oh, wauw. Nou is dit een programma wat best wel geformateerd is, hè? Het zit vrij dicht. Waar moet volgens jou Kirsten een goed format aan voldoen? Nou, dat het geformateerd is belangrijk, maar dat is niet het belangrijkste. Het moet in eerste instantie gewoon een leuke televisie zijn. Ja. Maar als je het wil verkopen, is het natuurlijk wel handig als je format-elementen hebt. En dat heeft dit format natuurlijk wel. Ja, en Mark, hoe groot acht je dan de kans dat dit programma een vervolg krijgt? Want dat is toch de bedoeling van in 3Lab? Ja, dat is natuurlijk wel de hoop. Nou, hangt natuurlijk van heel veel dingen af. Ik bedoel, ik denk naast kijkcijfers hangt het vooral ook af van de reacties. Ik hoop natuurlijk dat mensen het gewoon een leuk programma vinden om naar te kijken. Ja. En ja, als de mensen positief reageren en als de zender ook positief reageert... ja, laten we dan hopen dat we een vervolg aan mogen geven. Ja, laten we alvast een heel klein stukje kijken. Hi. Een beetje nat hand. Naomi. Patrick. Aangenaam. Hoi. Je bent een oude ziel met al die oude muziek, Fleetwood Mac, Beatles. Ja, daar ziet het wel een beetje naar uit, hè? De Doors, denk dat je dat ook leuk vindt. Ja, toch? Ja. Of niet? Doors. Ja, ik ken die naam. Niet zeggen dat je de Doors niet kent als je naar de Beatles luistert en naar Fleetwood Mac. Dat is echt foei. Ja, dat was Naomi. En een van de mannen die met haar gedate heeft zit hier in het publiek. Loop even naar hem toe. Patrick Goede, hallo. Yes, hi. Fijn dat je er bent. Ja. Ja, wat vond jij van Naomi? Naomi? Ja, wel een spannende dame. Ze wist heel goed wat ze wilde. Dus dat was af en toe wel... kwam wel wat conflict uit voor. Maar ik denk dat dat juist ook wel leuk was. Oh ja, wat voor conflict dan? Ah, ik denk dat je daar gewoon zo meteen voor moet gaan kijken. Maar dat we wat botsende karakters hadden, dat was wel duidelijk. Ja. Oh, nee, je maakt het heel spannend. Ik zeg, ja. Lieve mensen thuis, pak de chips erbij en pak elkaar goed vast. Want het gaat per slot van rekening over de liefde. En dan wens ik jullie heel erg veel plezier bij Boy Next Door.